Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, maandag 7 juni. Vandaag in het journaal. Minister Amar Ramadien roept op geen misinformatie te verschaffen. Grote vaccinatiedagen op het complex van Roelies. Mensen worden bewuster. Dat zegt Dinesh Gokul van het immunisatieprogramma. Minister Ramadien tekent overeenkomst voor aankomst vaccins uit Nederland. Meer dan 2 miljard vaccins zijn over heel de wereld al toegediend. Landen zijn zelfs al overgegaan tot normalisatie, omdat het overgrote deel van hun bevolking reeds gevaccineerd is. In een Zoom-meeting gaf onze volksgezondheidsminister Amar Ramadien te kennen dat het vaccineren het enig middel is om het virus onder de kop te krijgen. Wij zijn van mening, uiteraard, kijkend ook naar de wereld, de ontwikkeling in de wereld, dat vaccinaties op dit moment het enige aanvullend aan de Mohana-maatregelen en andere public health interventies, het enige duurzame is wat gaat helpen tegen het virus onder de kop te krijgen en in te drukken. Dus we zijn natuurlijk van mening dat vaccineren een must is. We hebben daartoe genoeg bewijs, we hebben daartoe genoeg indicatie, er is genoeg overtuigend bewijs dat nu al 2 miljard shots zijn toegediend in de wereld. En er genoeg bewijs is dat landen die genoeg dan meer dan 40%, 50% hebben gevaccineerd, dat ze nu al redelijk genoeg daling zien in infecties. Minister Amar Ramadien geeft aan dat Suriname zich op een markant punt zal bevinden en dat in de maanden juni, juli en augustus Suriname heeft de garanties om in zeer kort termijn over zodanig veel vaccins te beschikken dat de hele samenleving gevaccineerd kan worden. Hij deed een oproep, zelfs een verzoek naar de mensen die misleidende informatie verstrekken, te stoppen daarmee. We staan op een belangrijk markant punt in onze pandemie op dit moment. We staan op het punt dat we van start gaan in de juni maand en juli maand, en misschien zelfs in augustus, met het toedienen van enorme aantallen doseringen van het COVID-vaccin. Dit komt mede vanwege het feit dat wij de garanties hebben op korte termijn over genoeg vaccins te beschikken om de complete samenleving te vaccineren. Wanneer we de samenleving in grote getalen kunnen vaccineren, zoals u net het hoort van de twee deskundigen, kunnen wij een zekere mate van gemeenschappelijke bescherming creëren, waardoor het virus minder ruimte heeft om zich te verspreiden. En daardoor ook de pandemie in Suriname, net als we al zien op de Antillen, in Israël, zelfs in Amerika, al ten einde komt. Als we dat begrijpen, dan is het heel duidelijk waarom vandaag 5761 mensen zich gaan vaccineren. De mensen beseffen het langzaam. Maar dan heb je van de mensen die dus misleiden. En ik begrijp dat er ergens de Zoom even is uitgevallen. Het ging over de namen. Men wilde de namen nog eens hebben. Ik word daarnet gecontact. Meneer Steve Meijer, meneer Ricky Stuttgart en meneer Richard Cullimore. Ik ga u oproepen. U bent ook Surinamer. Ik ga u een ernstige oproep doen naar u als minister van Volksgezondheid. Misaptako lop de Sarnamatu. Unusref u lobu Sarnamatu. Maar ik ga u als minister verzoeken. En als minister van Volksgezondheid namens de regering. Ik zat vandaag bij de president. En de president van zijn minister doet u een oproep ook namens mij. Ik ga u oproepen om te stoppen met schadelijke en onjuiste informatie naar onze samenleving toe. De mensen hebben het al heel zwaar met COVID. En ik ga u oproepen, anders zijn we genoodzaakt artikel 7, lid 3 van de wet burgerlijke uitzonderingstoestand toe te passen op u. Vandaag vond de ondertekening plaats tussen Suriname en Nederland voor de donatie van de vaccins uit Nederland aan Suriname. Minister Amar Ramadien gaf de volgende statement. Goedemiddag, vandaag is 7 juni 2021, de dag waarop wij vanuit de Surinaamse en de Nederlandse zijde een overeenkomst aangaan in het kader van de toegezegde steun vanuit de Nederlandse overheid aan de Surinaamse overheid met betrekking tot de ondersteuning op het gebied
van COVID-19 vaccins. Suriname heeft ruim een maand geleden aangeklopt bij de Nederlandse overheid in het kader van ondersteuning, hulp dan voor ondersteuning om onze vaccinatiecampagne in het kader van de strijd tegen COVID-19 te ondersteunen. Nederland heeft na goede overweging, gesprekken die gevoerd zijn en natuurlijk de band die bestaat tussen Suriname en Nederland, concreet toegezegd Suriname te zullen steunen met vaccins en de attributen daarbij. Vandaag is het moment aangebroken dat wij de overeenkomst kunnen tekenen tussen de twee overheden om daarmee dus de eerste officiële stap te zetten richting ondersteuning van vaccins aan Suriname door Nederland. We zijn als regering van Suriname de Nederlandse overheid zeer erkentelijk en dankbaar en zullen uiteraard de nodige ondersteuning enorm op prijs stellen. Ook de Surinaamse gemeenschap heeft zeer positief gereageerd op de intentie van Nederland, maar ook op de concrete acties. In dat kader is er ook een missie al voorbereid en naar Suriname gekomen om ons te helpen de gezondheidswerkers dan te ondersteunen met de nodige technische ondersteuning. En daar zijn er een aantal gezondheidswerkers alvast mee gereisd. Onder leiding van dokter Mark Sprenger, oud-RIVM-directeur. En uiteraard zijn wij ook hier vandaag aanwezig met de Nederlandse ambassadeur, de heer Henk van der Zwan. We hebben het moment, en ik wil van deze zijde ook mijn collega, minister Hugo de Jonge, enorm veel dank uitbrengen. We hebben een aantal keren overleg gehad. En ik moet u zeggen, ik ben enorm onder de indruk van uw liefde voor Suriname, uw goede wil en intentie om Suriname te ondersteunen. En ik kan u zeggen, en ik kan u beloven, dat wij binnen korte tijd met de concrete toezeggingen van Nederland en de zendingen ons vaccinatiecampagne op volle toer zullen gaan draaien. U zult van mij regelmatig feedback krijgen, regelmatig een rapportage krijgen hoe het hier verloopt. En uiteraard blijven wij in goed contact met elkaar. Dit is een teken dat Suriname en Nederland in ieder geval op het gebied van de gezondheidszorg de concrete stappen zetten richting duurzame en samenwerking en intensivering van de relatie op dit gebied. Nogmaals, dank en heel veel, succes spreken alvast, omdat wij reeds gestart zijn met onze vaccinatiecampagne. En de planning is in elk geval al in kannen en kruiken. En het uitkijken is nu naar het moment dat onze vaccins zullen arriveren. Enorm veel dank. En de vaccinatiecampagne is nog steeds in volle gang. Afgelopen zondag nam het COVID-19-journaal een kijkje op het complex van Roelies op Magenta. In totaal zijn op dit complex op de zaterdag en zondag 4582 mensen gevaccineerd. De minister van Volksgezondheid oriënteerde zich en sprak over een heel goede organisatie. We zijn hier bij Roelies Event Venue aan de Magenta Kanaal, waar we vandaag een grote vaccinatiedag hebben. Vandaag is zondag 6 juni en we hebben dus in elk geval gezien hier een goede organisatie. Personen zijn bewust, mensen komen daar naartoe in grote getalen. U ziet achter mij de rij van personen. Gisteren zijn hier 2000 61 personen denk ik gevaccineerd. Vandaag al zitten we nu rond 11 uur en nu al hebben we 700 personen gevaccineerd. Het is een hele goede organisatie, een samenwerking van Volksgezondheid, BOG, SU4SU, maar ook heel veel vrijwilligers. Ik heb me laten vertellen dat er 70 vrijwilligers zijn en dat stemt goed. Mensen nemen hun tijd
om hier vrijwillig hun bijdrage te leveren in de ondersteuning in de logistiek. Ik zie dat er genoeg randvoorzieningen zijn getroffen. Water, er worden broodjes gedistribueerd onder de mensen die werken. Ik heb even gesproken met enkele mensen. Ik heb ook mee georiënteerd om te kijken hoe het staat met de eventuele bijwerkingen die er hier worden geconstateerd. Gisteren van de 2000 mensen hier was er één persoon die even onwel is geworden, flauw gevallen. Maar is die weer bijgekomen, waarschijnlijk onder druk of stress. Maar het ziet er heel goed uit. Zorg, PCS en ACP gevaccineerd. Dus het gaat heel goed. Wij zijn tevreden. U weet dat vaccineren de enige mogelijkheid is om eigenlijk een duurzame bescherming te bieden tegen COVID-19. De Mohana en de lockdown, dat zijn allemaal goede zaken die tijdelijk werken. Maar vaccineren, dat zal de enige oplossing zijn om Suriname uit deze vervelende pandemie te halen, de derde golf zoals we die kennen. Dus bij deze de oproep ook aan alle personen die nog niet gevaccineerd zijn, boven 18 jaar. Kijk naar de website van BOG, kijk naar CDS, kijk informeer Volksgezondheid waar je kan vaccineren. Wij publiceren de zaken zoveel mogelijk. Wees niet bang, stem met je huisarts af, weet je iets over het vaccin. Ga niet op zoek naar de fake deskundigen. Kijk naar officiële kanalen. Kijk naar je huisarts. Vraag je huisarts over informatie van het vaccin. Als u ziek bent, gaat u niet naar een fake deskundige luisteren of een Google arts. Kijk u naar uw eigen huisarts. De huisartsen zijn goed geïnformeerd over de situatie met betrekking tot COVID, vaccinaties, etc. Wij rekenen op onze huisartsen om deze kennis te geven. Dr. Nathaniel Filemon, die er bij elke vaccinatiepost ook bij is, zegt dat de enorme drukte buiten zijn verwachtingen waren. Gisterochtend hier begonnen om 8:00 om te vaccineren. Toen wij naar binnen reden om 7:00 liep de rij al voorbij Rock Oil om de hoek. We wisten dat heel veel mensen zouden komen, maar dat men zo vroeg al in de rij zou komen staan, was even buiten verwachting. Desondanks, behoorlijk ordelijk verlopen. En ze komen naar binnen, ze hebben de aanwijzingen opgevolgd. En een speciale applaus voor de mensen van gisteren die in de regen op de deur hebben gestaan. Ze zijn niet uit de regen gegaan, begon even te regenen, 10 minuutjes zo. En ze zijn gewoon blijven staan in de regen, alleen om hun plek in de rij niet kwijt te raken. Voor de rest ging het vlot naar binnen. De vrijwilligers, de artsen, de verschillende collega's hier en daar hebben geholpen. We hebben een heel vlot verloop gehad van het geheel. En tegen het einde van de dag hadden we rond de 2003 mensen kunnen vaccineren. Vandaag werd hetzelfde beeld toen we binnenkwamen. Heel veel belangstelling. We hebben daarop geanticipeerd en de nummers al vanaf 6:00 morgens uitgedeeld. Waardoor die mensen dan alvast in de rij binnen konden staan. De duidelijke scheiding tussen de 60-plus en de rest van de samenleving rij, of mensen die slechter been zijn, die dan zodat ze daar eerder geholpen kunnen worden. De motor achter de Libi Lange campagne is mevrouw Henna Drijbaar van de Backlot. Zij blikt tevreden terug naar een geslaagde campagne. Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We zijn begonnen de eerste week van maart. En we hebben de campagne Libi Lange afgerond op 31 mei. Tenminste wat de verantwoordelijkheid van de backlot betreft. De campagne neem ik aan, gaat nu door het ministerie van Volksgezondheid voortgezet worden. Ik denk dat we tevreden zijn. We moesten proberen om mensen zover te krijgen om te gaan vaccineren. Toen wij stopten met de campagne waren er ongeveer 80.000 mensen gevaccineerd. Ik denk dat we daardoor met alle resultaten die we hebben opgezet, dat we tevreden terugkijken naar een mooie campagne. Ik ben nu hier niet zozeer vanwege de campagne, maar als Suriname, net zoals een heleboel andere vrijwilligers. Dit is echt liefdeswerk, om het zo te zeggen. Ik ben onderdeel van een pool van bijna 200 mensen die zich de afgelopen dagen hebben opgegeven om te helpen deze machine die hier gaande is, op een goede manier door te laten lopen. De vrijwilligers worden overal ingezet tot het invoeren van de gegevens van de mensen in een online registratie. Tot zoals wij hier bezig zijn de mensen hun namen op te noemen als ze naar huis mogen. En het begeleiden van mensen naar binnen. Je kan het zo gek niet noemen. Werkzaamheden waar we geen medische achtergrond voor nodig hebben. Maar die wel essentieel zijn bij het voeren van de campagne.
Dus zaterdag en zondag zijn wij hier bezig geweest. En ik moet zeggen, het geeft ongelooflijk veel voldoening om onderdeel te zijn van een oplossing. De manager van het Nationaal Immunisatieprogramma, Dinesh Gokul, zegt dat mensen bewuster zijn geworden. De communicatie met de samenleving is nu veel beter en dat resultaat is te merken aan de enorme drukte tijdens de vaccinatiedagen. Er zijn heel veel mensen die meer informatie hebben gehad, sowieso. De communicatie met de samenleving is verbeterd. Mensen zijn ook verder zelf gaan onderzoeken. Mensen zijn ook gaan kijken of het daadwerkelijk... Want heel veel mensen geloofden niet dat COVID een echte ziekte is. Heel veel mensen denken dat er een complot erbij betrokken is. Heel veel mensen luisteren naar de misinformatie die er bestaat op sociale media. En die wordt verteld als moffe coranti. Maar als ze het zelf gaan onderzoeken en kijken naar het dodental dat COVID heeft geëist in Suriname, dan zijn ze dus tot de conclusie gekomen dat het een vreselijke ziekte is die zijn tol eist. En dat wij als Surinamers allemaal om preventief bezig te zijn, om onszelf te beschermen voor het geval we eventueel COVID zouden kunnen oplopen. Dat we moeten gaan vaccineren om op die manier weerstand te kunnen bieden. Ik denk dat mensen absoluut bewuster aan het worden zijn. We zien wat er gebeurt. De cijfers liegen er niet om. Het aantal doden, waarvan ik denk niet nodig, is nog steeds veel te hoog voor onze kleine samenleving. Het aantal besmettingen is nog veel te hoog. Dus ik hoop dat mensen weten en beseffen dat vaccineren één van de oplossingen is. Ik hoor elke dag hoor ik een zuster Meredith hier voorlichting geven. Hij zegt, als je gevaccineerd bent, dan ben je 80% beschermd. De andere 20% zijn de Mohana-regels. Handen wassen, mondkap op en afstand houden. Dus als we dat doen, dan kunnen we misschien wel weer snel terug naar wat we vroeger hadden. Maar dan moeten we wel allemaal gaan vaccineren. Zuster Meredith Cameron is geen onbekende als het gaat om voorlichting in de observatieruimte na gevaccineerd te zijn. Op haar eigen manier weet zij mensen te informeren wat allemaal te doen na gevaccineerd te zijn. De mensen krijgen te horen wat ze moeten doen nadat ze gevaccineerd zijn. Ze krijgen te horen wanneer ze die paracetamol mogen gebruiken, wat ze mogen eten en drinken, wat ze niet mogen doen. Dat krijgen ze allemaal te horen. Maar een heel luchtig breng ik dat naar ze toe. De persoon mag normaal eten en drinken. De persoon moet veel water drinken, veel fruit gebruiken. En de persoon mag 2 dagen lang geen alcoholische dranken nuttigen. Geen drugs natuurlijk. Energiedrank berekenen we ook van 2 dagen even met rust laten. Dat zijn de zaken die ik de mensen adviseer en meegeef in de voorlichting. De persoon mag pas bij koorts. Gaan we 2 paracetamols van 500 milligram innemen of eentje van 1000 milligram innemen. Dat zijn de zaken die ik adviseer. Er komen vragen van, mag ik borstvoeding geven? Ja, u mag normaal borstvoeding geven. Mag ik seks bedrijven? Ja, u mag normaal seks bedrijven. Dat alles wordt me gevraagd. Het is aan te raden om geen paracetamol in te nemen. Kijk, dat vaccin dat we geven, is om het maakt dat knopje aan in je lichaam, zodat je antigenen, zodat je stofjes gaat opbouwen, je lichaam gaat opbouwen tegen dat. Als hij bijvoorbeeld COVID zou zien van, hey, alarmeren. Maar als je dus dat alarm al van tevoren uitschakelt door die paracetamol te drinken, dan ben je niet gevaccineerd. Dus daarom raad ik de mensen aan, ik niet doe de voorlichting, niet alleen maar na het vaccinatieprikje, maar ook nog voor. En ik probeer eigenlijk de mensen zoveel te zeggen, laat die paracetamol. Als het niet nodig is, nog dringen. Lieben. Sufosu heeft een ondersteunende rol tijdens de vaccinatiecampagne. Het kan zijn financieel tot het inbrengen van mankracht. Enid Bergval zegt namens de organisatie Sufosu heel erg tevreden zijn met de opkomst. Sufosu is ondersteunend naar de vaccinatiecampagne en alle vaccinatieactiviteiten. En we kijken of we ondersteunend kunnen zijn op financieel gebied, maar ook met het inbrengen van mankracht, met het inbrengen van apparatuur, equipment wat nodig is. Je merkt dat er veel personeel op de been is, voornamelijk vanuit AZ, de mobiele unit, maar die hebben ondersteuning nodig.
En vanuit SuperSu is er dus een initiatief gekomen om te kijken hoe kunnen we dit geheel ondersteunen met mankracht. Dus we hebben vrijwilligers opgeroepen en eigenlijk is dat heel, heel goed gegaan. We hebben binnen no time hadden we 200 aanmeldingen van mensen die zich vrijwillig wilden inzetten om dit te ondersteunen. We hebben gisteren hebben we rond de 40 hebben we daarvan kunnen inzetten. En vandaag zitten we geloof ik rond de 50 die we hebben ingezet. En die vrijwilligers die worden eigenlijk bijna op alle punten ingezet. Ze mogen uiteraard niet prikken, maar ze worden ingezet bij de binnenkomst, bij de registratie, bij het begeleiden van mensen in looprichting, begeleiden van ouderen die niet goed ter been zijn, registratie van de prikkers en in de observatieruimte. Dus eigenlijk doen ze bijna alles, behalve het medisch aftekenen en het zetten van de prik. Nou, we zijn erg tevreden op dit moment. We hebben gisteren een hele goede dag gehad en vandaag loopt het ook heel vlot. De mensen zijn rustig, de flow is goed. En we zitten al, volgens mij, ik ken het exacte aantal niet, maar op een mooi aantal al. En met deze reportage zijn we aan het eind gekomen van dit journaal. U heeft het zelf mogen zien hoe groot de opkomst was van mensen die zich willen laten vaccineren en niet ingaan op roddels en misinformatie over het vaccin. Doe jij dat ook? No mix makies you na een lofals bericht. Up your ID en laat je vaccineren, zodat we snel uit deze situatie kunnen geraken. Ik wens u nog een genoeglijke dag verder. Tot morgen bij het journaal in het Surinaams gepresenteerd door Clifton Bram. Tot dan.